Voor Rob Jetten begint dit politieke seizoen met een belangrijke balanceeract. Enerzijds wil hij de klassieke D66-thema's voor het voetlicht brengen en daarmee zichzelf als fractievoorzitter profileren. Anderzijds wil hij natuurlijk de coalitie bij elkaar houden. Hoe hij dat gaat doen, daar zijn wij heel erg benieuwd naar. Ook Rob Jetten weet natuurlijk dat er in de komende periode een lijsttrekkersverkiezing binnen D66 aan zit te komen. Hij zal zich dus goed willen profileren tijdens de politieke beschouwingen. Anderzijds moet hij natuurlijk het coalitiebelang in de gaten houden en ervoor zorgen dat het kabinet de rit uitzit. Ja, en in die spanning, daar zal hij in moeten opereren. En dat wordt bijvoorbeeld lastig als het gaat over euthanasiewetgeving. En we weten dat de coalitie het daarover oneens is, dat ze daarover verdeeld zijn. En de oppositie weet dat natuurlijk ook. Kijk maar even naar een stukje debat tussen Asscher en Jetten afgelopen jaar toen het over de dividendbelasting en de onderwijsbegroting ging. Tot slot, als het prioriteit nummer 1 is en je maakt nieuwe afspraken over 2 miljard euro, is dan heel raar om te veronderstellen dat je op zijn minst een poging doet, en misschien is het niet een miljard, maar wordt het een kleiner bedrag, om voor prioriteit nummer 1 wat te doen. Omdat mensen anders denken, dan blijkbaar was het dan misschien toch niet prioriteit nummer 1. Dus ik ga de uitnodiging neem ik graag aan voor de komende maanden. Dat schept verwachtingen. Maar ik vind het jammer en merkwaardig om te constateren dat blijkbaar, als het regeerakkoord is opengebroken, die prioriteit, het onderwijs, even minder belangrijk is. Maar voorzitter, de heer Asscher deed dat net ook al een aantal andere interrupties. Debatjes probeert de hele tijd een valse tegenstelling tussen de publieke en de private sector te creëren. Dit kabinet doet haar grootste investering in de publieke sector. Maar dit kabinet kiest er ook voor om het vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Omdat die bedrijven, ik zei net al van de bakker om de hoek tot een grote MKB'er, zorgen voor extra werkgelegenheid. Een lastig pakket dus voor Rob Jetten. Die straks tijdens de algemene politieke beschouwingen niet alleen de strijd moet aangaan tegen de coalitiepartijen om zijn eigen partij meer kleur te geven, maar ook tegen het imago van de degelijke, maar toch wat emotieloze beroepspoliticus. Laat ons in de comments weten wat je van deze video vond en of jij het eens bent met onze analyse van Rob Jetten. En natuurlijk abonneer je op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debat Instituut voor meer van dit soort video's.